25 was hij nog maar. K-popster Moon Bin van de band Astro. Op 19 april wordt hij bewegingsloos aangetroffen in zijn appartement in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Hij heeft zich van het leven beroofd. Daarmee komt hij in een tragisch rijtje terecht van eerdere zelfdodingen in de K-popwereld. De eerste is Jonghyun in 2017 van de boyband SHINee. Hij werd 27. In 2019 volgen kort op elkaar Solly van de meidengroep FX, 25 jaar, en Gu Hara van de meidengroep Kara, 28 jaar. One after the other, K-pop stars are taking their own lives. En nu dus ook Moon Bin. Deze jonge sterfgevallen staan niet op zichzelf. Ze zijn een exponent van de keiharde K-pop-industrie. This rapidly growing industry is struggling to shed a darker side. Maar we kijken nog even verder dan K-pop. Want die vloeit weer voort uit de Zuid-Koreaanse cultuur. Met een extreme druk om te presteren en een taboe op praten over mentale gezondheid. Growing numbers of South Koreans are being driven to suicide. Van de ontwikkelde landen telt Zuid-Korea met afstand de meeste zelfdodingen. 24 per 100.000 inwoners. Dat zijn er 36 per dag, of één persoon elke 40 minuten. Jong en oud. The elderly neglected and forgotten, the young under pressure and depressed. Onder Zuid-Koreaanse jongeren is zelfdoding zelfs doodsoorzaak nummer 1. En dat in dit zo mega succesvolle land. Van straatarm en zwaar onderontwikkeld in de jaren 50 naar steenrijk en een van de meest ontwikkelde landen ter wereld nu. Maar tegen een prijs. Dit is de keerzijde van het Zuid-Koreaanse succes. Normaal gesproken komen we na de intro meteen to the point. Maar voor dit specifieke onderwerp, dat natuurlijk ook in Nederland speelt, eerst even de aandacht voor het volgende. Iedere week krijgen vrienden of familie ergens in Nederland het verschrikkelijke nieuws dat een jonge geliefde is overleden door zelfdoding. En toch hoor je daar weinig over in de media. Wij en andere journalisten zijn terughoudend in het berichten daarover. Met goede redenen. Omdat juist praten over zelfmoord in de media een copycat effect kan hebben en tot een piek kan leiden. Maar vandaag gaan we het er wel over hebben. Want we weten dat praten over zelfmoordgedachten dat helpt. En dat dat zelfs levens kan redden. Vandaar ook dat je in het begin van deze video al dit zag staan. Heb jij zulke gedachten, dan kun je altijd, ook anoniem als je wil, chatten of bellen met 113. Praten helpt. Terug naar Zuid-Korea. Want juist dat praten is in de Zuid-Koreaanse cultuur een enorm taboe. Ook voor deze K-pop-idolen. Naar buiten toe was alles juist perfect. Dat nou juist dat een groot probleem is, dat kan Flora Smit ons vertellen. Hey Flora. Hey Emiel. Jij weet hier geloof ik wel het een en ander van, toch? Ja, zeker. Ik ben promovendus aan de Universiteit Leiden en ik doe inderdaad ook onderzoek naar het K-pop-idool. En de Zuid-Koreaanse cultuur? Ja, dat krijg je er dan natuurlijk wel bij. Ik heb er zelf ook 4 jaar gewoond. Ik heb ook mijn master aan een Koreaanse universiteit gedaan. In het Koreaans ook. Was jij verrast over het nieuws over Moon Bin? Nee, eigenlijk niet. Het is ook niet de eerste keer natuurlijk dat dit gebeurt. En dat geeft eigenlijk wel aan dat de druk heel hoog is en heel zwaar is. Ze zijn de perfecte persoonlijkheden. Ze zijn het rolmodel dat iedereen wil zijn of waar iedereen mee bevriend wil zijn. Maar de opties van social media hebben er ook voor gezorgd dat ze constant dat perfecte plaatje moeten laten zien. En dat is natuurlijk erg zwaar. Die duistere kant van de K-pop is dus niet nieuw. Mijn collega's van NMS Stories gingen daar 3 jaar geleden al uitgebreid op in en spraken ook met artiesten zelf. Contracten die lang duren, weinig geld, torenhoge eisen. They wanted me to be this girl, this kind of girl. And it was decided from the beginning that I would be this kind of girl. Maar K-pop is een soort heftige entertainment versie van wat er ook afspeelt in Zuid-Korea. Zuid-Korea is een heel competitief land en dat creëert natuurlijk, net zoals de K-pop idolen, veel druk op mensen. Daar gaan we het eens even over hebben. Eerst waar Zuid-Korea vandaan komt. Kort na de Tweede Wereldoorlog is het Koreaanse schiereiland het strijdtoneel van de ideologische clash tussen het kapitalistische Westen en de communistische Sovjet-Unie.
Het zuiden krijgt steun van westerse landen onder leiding van de Amerikanen. Goed geoefende troepen die daar in de strijd zullen worden geworpen tegen de aanvallende Noord-Koreaanse legers. Het noorden van de Russen en de Volksrepubliek China. Formeel zijn Noord en Zuid nog altijd met elkaar in oorlog, maar zonder wapengekletter. In 1953 kwam er een wapenstilstand en vanaf dat moment zijn Noord en Zuid van elkaar gescheiden door een paar kilometers brede en zwaar bewaakte gedemilitariseerde zone. Noord en Zuid gingen ieder hun eigen weg. Noord-Korea is natuurlijk een verhaal apart. Maar in het kort, dat land ging volle bak totalitair in een streng communistische dictatuur. Terwijl Zuid-Korea koos voor een kapitalistische koers en een economisch wonder verrichtte. Kijk je puur en alleen naar economische groei, dan zie je niks anders dan een ongekend succesverhaal. Want het startpunt was een kapot land met niks. En toch klommen ze uit het dal. Het is heel interessant dat Zuid-Korea eigenlijk na de Koreaanse oorlog armer was dan Noord-Korea. Het had heel weinig grondstoffen. Alles was natuurlijk verwoest, ook na de Japanse bezetting. Maar met harde en ijzeren hand, hè, dat is niet altijd heel erg fijn gegaan, hebben de Zuid-Koreaanse leiders de weg omhoog ingezet. Dit was voornamelijk met harde industrie. Hier komen ook de grote bedrijven LG, Hyundai en Samsung vandaan. Maar daar hebben de generaties van toen echt grote offers voor moeten brengen. Het is ook wel de vergeten generatie, wordt het ook een klein beetje genoemd. De ouderen die daar dus onder vallen, zijn ook eigenlijk de ouderen die Zuid-Korea hebben gemaakt tot wat het nu is. Ja, over die vergeten generatie. Onder jongeren is zelfdoding dus doodsoorzaak nummer 1. Maar zie ook wat er gebeurt als we dat zelfdodingscijfer opdelen per leeftijdscategorie. Dan zie je opvallend veel 70'ers en 80-plussers. Vergeet niet, een Zuid-Koreaanse 80-plusser komt hier vandaan en heeft hier naartoe gewerkt. Die generatie wilde zo graag uit de armoede klimmen dat ze zich kapot hebben gewerkt. Voor hun land, zichzelf en hun kinderen. Resultaat? Een zeer welvarend Zuid-Korea. Om vervolgens op oudere leeftijd weer in die armoede terecht te komen. Ouderen krijgen nauwelijks pensioen, hebben hoge medische kosten, ze hebben fysieke beperkingen, verliezen familie en vrienden en uiteindelijk ook een doel in het leven. Die hebben toen ze jong waren heel veel opgeofferd en heel hard gewerkt om het voor hun kinderen zo goed te maken. Maar volgens Confucianistische normen en waarden is het daarna ook aan de kinderen om dan voor hun ouders te zorgen. Maar die kinderen zijn natuurlijk al zo druk met zichzelf dat ze hun ouders vergeten. Maar omdat de overheid ervan uitgaat dat de kinderen die zorg op zich nemen, is er nauwelijks iets voor hen geregeld. En daardoor krijg je dus dat heel veel ouderen karton oprapen of de straten schoonhouden. Er is een reden dat de straten zo schoon zijn in Zuid-Korea. En dat is niet een leuke reden voor ouderen die dan hopen dat ze de avond kunnen overleven. En dus zien sommige ouderen maar één uitweg? Ja, dat is heel schrijnend. Dat heeft ermee te maken dat die ouderen zich schamen. Ze voelen zich bezwaard en ze willen geen last zijn. En dus is zelfdoding op die manier eigenlijk een eervolle uitweg. En dat is natuurlijk hartstikke pijnlijk. Terug naar de jonge Zuid-Koreanen. Want die ouderen voelen zich zo bezwaard omdat er een enorme druk ligt op die jongeren. Die diezelfde cultureel ingebakken extreme prestatiedruk ervaren. Aan de ene kant heb je dus die eeuwenoude Zuid-Koreaanse traditie om voor je ouders te zorgen. Maar aan de andere kant is die nieuwe realiteit erbij gekomen van keiharde competitie bij je studie en baan. Het is eten of gegeten worden. Dat zie je bijvoorbeeld ook terug in de populaire Zuid-Koreaanse hitserie Squid Game. Een fictief verhaal waarbij de kandidaten letterlijk over lijken gaan. En totaal over de top. Maar tegelijkertijd is de wanhoop en die keiharde competitie maar al te herkenbaar voor veel jonge Zuid-Koreanen. Flora, jij hebt daar jaren gewoond. Wat heb jij ervan gemerkt van die cultuur? Ja, heel erg veel. Dat is ook de reden waardoor ik eigenlijk ook niet in Zuid-Korea, dat ik toen echt weer even terug naar Nederland wilde komen. Ik merk dat heel veel van mijn vrienden erg ongelukkig waren. Zeker over de toekomst. Zelf zat ik aan Seoul National University. Dat is dus de prestigieuze universiteit van Korea. Maar ik merkte ook, de sfeer was heel gespannen. Je was daar ook niet met vrienden, maar je was daar met competitie. Dus het was ook heel vreemd om met z'n allen zo in een klaslokaal te zitten. Dat had een hele andere dynamiek. Dat merk je zeker, ja. Dan mentale gezondheidsproblemen. Het aantal twintigers met een depressie neemt alleen maar toe.
Maar therapie krijgen is heel erg moeilijk in Zuid-Korea. Er rust een enorm stigma op. Mentale problemen zijn taboe en erover praten een zwakte. Reken in Zuid-Korea niet op een uitgestoken hand, maar op scheve gezichten. Vaak ook zelfs pestgedrag. En zelfs discriminatie van hoger hand. Want wil je een baan, een verzekering of een rijbewijs, dan heb je daarvoor een formulier nodig van een psychiater om te bewijzen dat er niks mis is met je. Met andere woorden, zwijg over je problemen. Als jij toegeeft van ik merk dat ik een burn-out heb of ik merk dat ik depressieve gedachten heb, dan komt die competitiviteit in Zuid-Korea ook weer terug. En dan zijn mensen heel bang om hun baan te verliezen of om van school gestuurd te worden. Ze moeten blijven presteren en ze moeten perfect blijven. Ik merkte dat ook bij vrienden van me, die ook eerlijk tegenover mij uitspraken dat ze daar misschien last van hadden, maar het zo bang waren om dat toe te geven. En dat als ze het toegaven, dat ze af en toe uitgelachen werden. Van nou, hè, ga maar even slapen, het is morgen wel weer over. Dat speelt wel mee waarom zelfdoding uiteindelijk zo'n oplossing blijkt te zijn. Deze brug in Seoul heeft zelfs de lugubere bijnamen Zelfmoordbrug en Brug des Doods. Iedere brug hier in Seoul heeft noodknoppen waarmee de hulpdiensten ingeschakeld kunnen worden als iemand er vanaf wil springen. In de reling zitten bewegingssensoren en er staan geruststellende boodschappen opgeschreven als wil je een kop koffie. Maar het voorkomt allemaal niet dat iedere dag hier iemand op deze manier een einde aan zijn leven probeert te maken. Er zijn zelfs reddingsteams op het water in de hoofdstad Seoul. Zij bewaken de bruggen in de stad om levens te redden, maar ook om dode lichamen te bergen. De overheid probeert met preventiecampagnes het aantal zelfdodingen terug te dringen. Onder meer op scholen, met anti-pestcampagnes, meer maatschappelijk werkers. En een laatste wapenfeitje, de regering biedt $500 aan eenzame Koreanen om uit hun sociale isolement te komen. Flora, $500 en nog een andere reeks maatregelen, hebben die wat opgeleverd? Niet veel. Nee, behalve dat er heel weinig budget opzij is gezet voor zelfdodingpreventie. Ja, heb je leuzen op bruggen staan van er zijn mensen die van je houden om het te helpen. Maar dat is natuurlijk eigenlijk een beetje een pleister op de wonden. Oké, hebben we nog niet. Mooi. Zal het zien, je hebt het. 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 Maar je hebt een checkboxje afgetikt. Dus dat is fijn. Dus meer symboolpolitiek eigenlijk. Ja, dus er wordt weinig aan gedaan. Want het is te diep ligt het in de maatschappij. Het is echt survival of the fittest. This country is notorious for its workaholic culture. Niet zo heel lang geleden nog wilde de regering van een 52 naar een maximaal 69-uurige werkweek. In het land dat al zo'n beetje de meeste uren ter wereld werkt. Werken wij in Nederland gemiddeld zo'n 1400 uur per jaar. In Zuid-Korea is dat 1900 uur. Maar 69 uur, dat was ook voor Zuid-Koreanen te veel. Na veel protest ging dat plan niet door. En dan nog even het volgende. De extreme vergrijzing in Zuid-Korea. Het land wordt in rap tempo steeds ouder, terwijl het vruchtbaarheidscijfer het laagste ter wereld is. Met afstand, zo rond de 0,8. Dat betekent dat Zuid-Koreaanse vrouwen gemiddeld minder dan één kind krijgen. Als enige land in de wereld. In 2021 krompt de Zuid-Koreaanse bevolking zelfs voor het eerst. Let op wat dit doet met hun bevolkingspyramide. In de jaren 60 en 70 werden er nog relatief veel kinderen geboren. Nu veel en veel minder. Terwijl die in de jaren 60 en 70 geboren kinderen inmiddels oud aan het worden zijn. Dus deze steeds groter wordende groep ouderen, die gaan pensioneren, legt steeds meer druk op die relatief steeds kleiner wordende groep jongeren. Die zullen moeten werken, werken, werken. Dat is natuurlijk waar Zuid-Korea al heel erg lang over nadenkt. Van over 100 jaar zijn we er misschien als volk niet meer. Je merkt dat ze het veel toegankelijker maken voor buitenlanders om in Korea te wonen. Dat is ook een van de redenen natuurlijk dat de popcultuur en de aantrekkelijkheid van Korea heel erg wordt gepromoot. Want zelf dat geboortecijfer opkrikken, dat wil maar niet lukken. Dus de druk op de jongeren wordt daarmee eigenlijk alleen maar nog groter. En veel ouderen zullen zich ook nog meer bezwaard voelen. En zo zijn we ook weer terug bij K-pop. Dat gecreëerde perfecte imago om Zuid-Korea er goed op te zetten.
en met succes. K-pop is booming en K-pop-idolen hebben fans wereldwijd, ook hier in Nederland. Maar dus ook tegen een prijs. Wat dat betreft staat K-pop symbool voor een diepgeworteld probleem in de Zuid-Koreaanse cultuur. Het is echt survival of the fittest. Waarin veel issues pas in het zicht komen als het al te laat is. Toch sluiten we deze video hoopvol af. Want dat er hoop is voor Zuid-Korea, bewijst Finland. In 1990 nog een van de landen met de hoogste zelfdodingscijfers. Maar onder meer dankzij een grootschalige mentale gezondheidscampagne is dat aantal nu gehalveerd. De juiste zorg en therapie is veel toegankelijker geworden. En vooral Finse mannen durven veel vaker dan vroeger te praten over depressie. Volgens het World Happiness Report van de VN zijn de Finnen tegenwoordig zelfs de gelukkigste mensen ter wereld. Daar zijn natuurlijk ook andere redenen voor. Maar één ding kan je er met zekerheid over zeggen. Praten helpt. Heb jij serieuze issues? Aarzel niet en praat.